Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Ik heb ze af. Dit was mijn testversie. En dit is degene die ik gemaakt heb in de video. Dus die zul je zo meteen ook zien. Super leuk met het glittertje in het garen. Kom bij Desiree vandaan van sieradenenzo.nl. Ik zal de link hier beneden in de beschrijving van de video voor je neerzetten. Zodat je het ook kan vinden in haar shop. Super. Leuk, echt. Met het garen kan je zoveel leuke dingen maken. Misschien kan je zelfs ook wel de chandelier. Dat kan niet zo. Dat kan sowieso de chandelier mee maken, zodat je een hele mooie set kan krijgen. Ik ben ook nog bezig met nieuwe chandeliers, dus ik zal alles in een playlist neerzetten, zodat je alles bij elkaar terug kan vinden. Alle candlelight cozies en de chandeliers. Voor nu is dit mijn tweede candlelight cozy. En die zul je dan ook in de playlist terug gaan vinden. Ja, weet je, ik kan gewoon nu maar één ding zeggen. En dat is, ga lekker keihard genieten van de video. En als je ermee bezig bent of je hebt er één gehaakt, laat ze dan zien op de Facebookgroep Made by Siem Headquarters. Op een andere groep mag natuurlijk ook. Op die manier help je mij ook om de bekendheid aan mijn patronen te geven. Dus als je op een groep mag noemen van wie het patroon is, laat het dan daar even weten van wie, wie de ontwerper van dit patroon is. Wat dacht je van Instagram? Tag me daar. Hartstikke leuk. En voor nu zeg ik, ga lekker keihard genieten van de video. Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van een lege pot. En dit is een agurkenpot. Zo'n agurkensticks zaten erin. Een bolletje katoen. Hij rolt elke keer weg. Een bolletje katoen. Met een glitterdraadje. En dit is de Stanley Opal. Even kijken. Kleurnummer 036501. Volgens mij is dit turquoise. En daar zit op één bolletje. Er zit 50 gram en 150 meter. Even kijken. Het is 85% soft cotton, zacht katoen. En 15% lurex. En dat is dat glittertje wat erin zit. Cool, hè? Zo leuk. Echt een... het is turquoise, maar ik vind hem meer petrol. Maar goed, dit is het kleurnummer. Verkrijgbaar bij Desiree van Sieraden en zo. Ze heeft allerlei verschillende kleurtjes. Ik heb hier bijvoorbeeld ook nog een roze liggen. Een mooie zacht roze. En dan heb ik nog... Oh, er zit een pluis op. En dan heb ik hier nog een mooie andere kleur. Ze heeft heel veel verschillende kleurtjes. Dus ga eens bij haar kijken. De link vind je hier beneden in de beschrijving van de video. En één zo'n bolletje is genoeg voor een pot. Een schaar, ook verkrijgbaar bij Desiree. Een stopnaald en ik gebruik dan een Clover Amour haaknaald. En ik gebruik de 3 mm. Ook verkrijgbaar bij Desiree van Sieraden en zo. Haak jij nu wat compacter? Ik haak vrij los, hè, dat weet je inmiddels wel. Haak je wat compacter, dan wil ik je adviseren om een 3,5 mm haaknaald te gebruiken. Ja? Maar voor mij was echt een... Deze heb ik dan al gemaakt. Dit is dan met de witte variant. Ook met het glittertje erin. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar als je zo voor je staat, dan zie je het zeker wel. Nou, dit is dus wat, zoals die gaat worden. Even kijken. Dat dus. Dus laten we snel gaan beginnen. Oké. De bodem van deze candlelight cozy is hetzelfde als van de candlelight cozy Suzette. Eigenlijk omdat ik dat gewoon een fijne manier vind om een bodem voor zo'n candlelight cozy te maken. En ik dacht, waarom iets anders doen als dit gewoon goed werkt. Dus, en ik vind het ook een beetje een leuke eenheid die je dan houdt op die manier in de potten die je omhaakt. Het kan zijn dat ik in de andere video gewerkt heb met een magische ring. Maar ik ga dit keer gewoon doen met een losse ketting. Dus je maakt een lus op je haaknaald en doe dat zoals jij dat fijn vindt. En zo.
En dan 5 lossen. Misschien heb ik de vorige keer 4 gezegd. Nu doen we er 5. Ik weet het niet. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je naar de eerste toe. En dan steekt in de eerste zo in. Dan sla je de draad om de naald. En die lus die je net omgeslagen hebt, die trek je door allebei die lusjes heen. En dan heb je een cirkeltje gemaakt. Iets verder inzoomen. Ik wil niet te ver ingezoomd zitten. Okay. Ik leg de draad die ik hier nu heb, die leg ik hier zo langs dat ringetje, want daar ga ik overheen haken. En ik haak nu 4 lossen. De eerste 3 lossen die vervangen een eerste stokje. En de 4 lossen die telt als een losse opening. 1, 2, 3, 4. Dan sla je de draad om de naald. Dan ga je terug naar die opening. En dan over die draad die hier ligt. Zo, haak je overheen. Dus omslaan. En dan steek je in een cirkel in. En dan maak je een stokje. Eén losse. En een ring, een stokje. Gevolgd door een losse. Als je de eerste meetelt, dan heb ik 1, 2, 3. En we hebben er 12 nodig. Dus 4. En een losse. Vijf. En een losse. Nou ja, net zolang totdat je er 12 hebt. Ik heb er nu 12 gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En na het 12e stokje doe ik geen lossen. Dan ga ik naar de derde losse aan het begin van deze ronde. Daar steek ik de naald in. Haal de draad op. Daar even goed insteken. Daar steek je dus in. Dan haal je de draad op. Dan sla je om en dan trek je hem door 2 heen. Dus eigenlijk maak je nu de ronde vast met een vaste. Dus niet met een halve vaste, maar vaste. En die vaste, die vervangt de losse. 3 lossen. Die 3 lossen staan voor het eerste stokje. En dan precies daar voor, waar we net gesloten hebben, dus voor die 3 lossen en na het 12e stokje, daar haken we over die vaste heen. Dus in die opening. En daar maken we een stokje. Kijk, dan heb je dus dit. Dan doe je 1 losse. Dan ga je naar je volgende losse opening. En in de losse opening doe je 2 stokjes. 1. 2. Gevolgd door 1 losse. Volgende losse opening. 2 stokjes. Gevolgd door 1 losse. En zo maak je in alle losse openingen maak je 2 stokjes. Gevolgd door een losse. Met uitzondering van de laatste. Want bij de laatste doe je alleen de 2 stokjes en dan doe je niet die losse. En als het goed is heb je dan aan het einde van de ronde 24 stokjes met 11 losse openingen. En die 12e gaan we weer samen maken. Ja? Dus een losse en daarna 2 stokjes in de volgende losse opening. Een losse. Tot zo. Ik heb de laatste 2 stokjes gedaan. Vergeet niet om geen losse te doen. Dan ga je naar de derde losse aan het begin van de ronde. Daar steek je bovenin in en dan maak je een vaste. En dan is de ronde weer afgesloten. Dan begin je weer met 3 lossen. Je gaat terug naar die opening hier.
hè, waar die drie losse zeg maar boven zitten. En daar maak je drie stokjes. Sorry, twee stokjes erbij. In totaal drie stokjes. Ik moet je eerst nog even iets vertellen. Dus drie losse en twee stokjes. Dus bij elkaar is dat drie stokjes. Pak even je pot. En die leg je even op de bodem. Als nou deze, zeg maar, het einde van de pot zou raken. Zeg maar ongeveer hier. He, dus dit leg je zo in het midden van de pot. Dit is het midden. En dit komt hier terecht. Zo. Vier gedaan. Vier. He, of dit zou er overheen gaan. Zo. Zo over de rand heen. Zo. Dan heb je genoeg aan drie rondes. Dan doe je nu tussen de groepjes van drie stokjes, want we gaan allemaal drie stokjes doen, doe je geen losse. Maar ik heb een augurkenpot, ik ga vier ronden doen, dus ik ga wel een losse ertussen doen. Maar is dus, heb jij genoeg aan drie rondes, omdat je een andere pot hebt, doe er dan geen losse tussen. Oké? Dat wilde ik even gezegd hebben. Volgende. Drie lossen. Sorry, ik moet een losse ertussen doen. Dus drie stokjes, drie lossen. Drie stokjes. 1. 2. 3. En een losse. Is dit jouw laatste ronde? Dan doe je dus geen losse ertussen. Volgende 1 losse opening. Drie stokjes. 1 losse. En dit doe je totdat je weer bij het begin bent. Hier aan het einde. Dit is het begin, tot je hier bent. En bij de laatste doen we dan niet een losse. Oké, ik heb drie stokjes gedaan. Ik heb geen losse gedaan. Ik ga naar de derde van de derde losse aan het begin van de ronde. En ik maak daar weer een vaste. Zodat ik en de ronde gesloten heb en als het ware een losse gedaan heb. Dan begin ik weer met drie lossen. En drie stokjes in diezelfde opening. 1, 2, 3. Dan heb ik totaal 4 stokjes. Nou, pak je pot weer erbij. En nou zul je zien dat ik met deze ronde ga ik over het randje heen hier. Zie je dat? Dus ik heb niet nog een extra ronde nodig. Sorry als je kabaal op de achtergrond hoort, maar ik heb een beetje luidruchtige buren. Vier stokjes, laatste ronde. Ik doe er geen losse tussen. Maar zeg jij van, mijn pot is toch nog groter en ik wil nog een extra ronde doen. Dan moet je dus tussen die clusters van vier stokjes, moet je nog wel een losse doen. En dan doe je bij je volgende ronde, doe je er geen losse tussen. Dus vier stokjes, ik doe er geen losse tussen. Ik ga naar de volgende losse opening en daar doe ik ook weer vier stokjes. 2, 3, 4. Volgende losse opening, 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En zo ga je door totdat je weer aan het begin bent. En dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we verder gaan. Oké, ik ben bijna aan het einde van de ronde. Ik moet alleen nog even vastzetten. En dan zie je als ik hem op de pot leg, dat je dan een heel klein randje hier zo overhoudt. Zie je dat? Nou, dat is helemaal prima. En dan gaan we gelijk, zonder een losse te doen, want we hebben de hele ronde geen losse gedaan, gaan we naar de
derde losse aan het begin van de ronde en daar sluiten we af met een halve vaste. Deze ronde die gaan we haken in de achterste lus. Wil jij hem nu nog groter, dan doe jij in elke opening, dan heb je dus ook een losse opening overgelaten. Hè? Dan doe je in elke een losse opening doe je 5 stokjes. Ik weet niet of het hem heel mooi wordt als je hem heel veel groter gaat maken. Maar hey, die keuze is niet aan mij. Heb ik ook niet uitgeprobeerd. Dus dat zal je zelf even moeten doen. Oké? Okay? 3 lossen voor het allereerste stokje. Die komt hieruit, hè? Die 3 lossen van de vorige ronde, hier zo. En dan heb je hier de volgende steek. Dan zie je hier deze en die. Dit is de hele steek. Onder 2 lussen door is de hele steek. Maar wat wij gaan doen, wij gaan werken in de achterste lus. Dus als je hier, even deze erbij gepakt, als je hier de hele steek hebt, hier zo, dan is dit de voorste lus. En dan is dit de achterste lus. En wij gaan in deze lus werken. En dan maken we een stokje. En dat gaan we in elke steek doen van de vorige ronde in de achterste lus. Nou ja, en dat in alle steken rondom. Aan het einde van de ronde sluiten we de ronde af met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de ronde. En zo. 1 losse. En in deze ronde gaan we alleen maar vaste haken. Vaste in, gewoon in de steek, dus door 2 lussen heen. Dus in de eerste een vaste. De tweede een vaste. Die tweede is altijd een beetje achter de steek weg verscholen, dus je zult het even zoeken. 2, 3, 4, nou ja. En zo ga je door. En aan het einde van deze ronde, dan heb je weer 48 vaste. Aan het einde van de ronde aangekomen, een halve vaste door de eerste vaste aan het begin van de ronde. 1 losse om de draad omhoog te halen. En dan doe je in diezelfde steek daar. In diezelfde steek daar. Daar doe je een stokje. Deze, je hebt in de vaste een stokje gedaan en die vaste zit boven deze steek. De volgende is hier, maar we gaan nu niet werken in de vaste, maar we gaan werken rondom het stokje dat onder die vaste zit. En daar maken we een voorlangs relief stokje. En dat doen we door de draad omhoog te halen, om de draad om te slaan. Aan de zijkant van dat stokje in te steken. Aan de achterkant van dat stokje langs te gaan. En aan de andere zijkant van dat stokje weer omhoog te komen. Dan sla je de draad om de naald. Die trek je eronder door. En die trek je wat omhoog. Dan doe je omslaan. Door 2 lussen heen. Omslaan door 2 lussen heen. En voor degene die het paasmandje gemaakt hebben, of het mandje, Lana's paasmandje, die weten precies hoe dit in elkaar steekt. Dus heb je dat gezien en weet je hoe het moet, dan kun je gewoon lekker even doorgaan.
Gewoon de video laten lopen natuurlijk. De volgende steek, dat is die vaste. En daaronder zit dan een stokje. Maar we gaan nu in de vaste werken en we doen in de vaste een stokje. De volgende steek is een vaste. Onder die vaste zit een stokje. We gaan nu om dat stokje haken. Dus je slaat om. Aan de zijkant steek je in. Je gaat er achter langs. En aan de andere zijkant kom je weer omhoog. Dan sla je de draad om de naald. Die trek je onder de steek door. Dan trek je de lus een beetje omhoog. Je slaat om. Onder 2 door. Je slaat om. Onder 2 door. Volgende steek. Een stokje in de vaste. Volgende steek. Vaste. Maar we gaan om het stokje haken wat daaronder ligt. Je slaat om en je maakt een voorlangs relief stokje om het stokje. Volgende steek. Een stokje. Volgende steek is dan weer die vaste en dan ga je precies onder die vaste naar dat stokje. En daar maak je een voorlangs relief stokje. En zo ga je door totdat je aan het einde bent van de ronde. En dan kom ik bij je terug. Aan het eind van de ronde zou je nog steeds 48 steken moeten hebben. En je bent geëindigd met een voorlangs relief stokje. Je sluit de ronde af boven in het stokje aan het begin van de ronde. Met een halve vaste. Dan doe je 1 losse. Je gaat terug naar die steek waar je net de ronde gesloten hebt. En daar doe je een vaste. En in elke steek rondom haak je een vaste. Je sluit de ronde af met een halve vaste in de eerste vaste aan het begin van deze ronde. Dan doe je 1 losse. En dan gaan we gelijk beginnen. We hebben de vorige keer eerst een stokje gedaan en toen een voorlangs relief stokje. Maar we gaan nu anders doen. We gaan het beginnen met het voorlangs relief stokje. En die gaan we hier omheen maken. Om deze steek. Dit is de losse. We maken hem om. Even kijken. Hier aan de zijkant. We maken hem hier omheen. Om die steek. Ja? Dus als je het lastig vindt om te zien, dan trek je het allemaal een beetje uit elkaar. En dan zie je. Hier heb je een gaatje, maar daar zit die vaste in. En dan heb je hier een klein gaatje. Daar. En daar steek je in en onderdoor. Dus omslaan. Insteken, onderdoor, aan de andere kant naar boven en een voorlangs relief stokje. Volgende steek zit een beetje verborgen, maar die zit daar meteen naast, want daar heb je je voorlangs relief stokje en precies daarboven zit die vaste. Dus een beetje puzzelen, gewoon een beetje kijken wat zie ik van mijn vorige ronde en de ronde daarvoor. En daar doe je dus een stokje in. Volgende steek. Dan gaan we weer een voorlangs relief stokje doen. Je ziet hier de vaste en je ziet hier een normaal stokje. Zie je dat? Nou, om een normaal stokje heen doen we dan een voorlangs relief stokje. Volgende. Vaste en daaronder zie je een voorlangs relief stokje. Dus in de vaste een normaal stokje. Vaste, normaal stokje en om het normale stokje een voorlangs relief stokje. En zo ga je door. Vaste, voorlangs relief stokje, dus in de vaste een stokje. Vaste, normaal stokje, dus een voorlangs relief stokje. En zo ga je door. En dan zie ik jou weer aan het einde van de ronde.
Je eindigt de ronde met een gewoon stokje. En dan bovenin het voorlangs relief stokje, onder de twee lussen door, sluit je af met een halve vaste. Een makkelijke ronde. Eén losse en in elke steek een vaste. Dus gewoon in elke steek een vaste. En dan zie ik je weer aan het einde van de ronde. Tot zo. En daar zijn we weer aan het einde van de ronde aangekomen. Nog steeds 48 steken. Tenminste in mijn geval, als jij 3 ronden hebt, heb je er natuurlijk minder. En als je 5 ronden hebt, dan heb je er meer. Afsluiten met een halve vaste. 1 losse. En we gaan weer kijken wat we hiervoor gedaan hebben. Nou, hier heb je dus die losse lopen. Dat is elke keer aan het begin van de ronde. En de, niet de vorige ronde, maar de ronde daarvoor. Een voorlangs relief stokje. Dus dan doe je nu een stokje. De volgende steek. Vaste, gewoon stokje, dus een voorlangs relief stokje. Een stokje. Een voorlangs relief stokje. Nou. Dit doe je weer de hele ronde door. Gewoon net als we de toeren hiervoor gedaan hebben. De rondes hiervoor gedaan hebben. Goed kijken wat je in de ronde niet hiervoor, maar daarvoor gedaan hebt. En dan ga je gewoon lekker weer rond met je steken. Ja? Ik zie je aan het einde van de ronde. Zo, en dan zijn we weer aan het einde van de ronde. Je eindigt met een voorlangs relief stokje en je sluit af bovenin het normale stokje onder twee lussen door met een halve vaste. Zo. Dan doe je 1 losse en in diezelfde steek als waar we net gesloten hebben, daar doe je een vaste. Ik zit elke keer met die eerste steek zitten te prutsen. En zo. Een vaste. En in de volgende een vaste. En in de volgende vaste. Nou ja, eigenlijk in alle 48 steken van deze ronde een vaste. Of als jij er de bodem 3 hebt, zijn het er 36. En heb jij op de bodem 5 rondes, dan heb je er 60. En weer rond. En dan sluit ik de ronde weer af met een halve vaste boven in de vaste. En dan gaan we nog 1 keer die patroonsteek doen. En dan nog 1 toer met, of 1 ronde met vaste. En dan gaan we een ander patroon pakken. 1 losse. Slaat de draad van de naald. Weet je nog dat ik een paar ronden geleden vertelde dat hier die losse zat. En dat hier wat verder naar beneden, zeg maar, de ingang van de steek zit daar zo. Even zoeken, steken aan de kant trekken zo. En zorgen dat je op de juiste manier insteekt. En dan kom je ook niet vast te zitten. Ik zat dus niet goed, want ik kwam vast te zitten. Even kijken, goed kijken. Omslaan. Ja, aan de zijkant. En daar doe je je voorlangs relief stokje. Volgende steek. Je ziet weer het voorlangs relief stokje. Dus een stokje. Volgende is een gewoon stokje. Dus daaromheen doen we een voorlangs relief stokje.
gewoon stokje. Voorlangs relief stokje. Nee. En zo ga je weer rond. Ik zie je aan het einde. Laatste steek zou een gewoon stokje moeten zijn. Die sluit je af met een. Deze ronde sluit je dan weer af met een halve vaste in het eerste voorlangs relief stokje. Dan doe je weer één losse en in elke steek één vaste. Aan het einde van de ronde, als je net als ik een bodem gedaan hebt van 4 rondes, dan heb je weer 48 vaste. Zo, aan het einde van de ronde aangekomen, sluit af met een halve vaste boven in de vaste aan het begin van de ronde. 1 losse en in diezelfde steek een vaste. Vijf lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan sla je 2 steken over en in de volgende een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Je slaat 2 steken over en in de volgende een vaste. 5 lossen. Je slaat 2 steken over en in de volgende een vaste. En dit doe je helemaal totdat je bijna rond bent. Als je toe bent aan je laatste 5 lossen, stop dan even. Dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we deze ronde gaan afsluiten. Nou, ik heb 2 steken over. 1, 2. En in plaats van 5 lossen doe ik er nu 2. 1. 2 lossen, slaat de draad om de naald en in die vaste, dus de vaste hier aan het begin van de ronde, daar maak ik nu een stokje. En dan eindig ik in het midden van de losse boog. Zie? Dus 2 lossen en een stokje op de vaste om in het midden te eindigen. Dan doe je een vaste. In het midden, 1, 2, 3, 4, 5 lossen en je gaat naar de volgende losse boog, ook naar het midden en daar maak je een vaste. En zo ga je door. En als je dat makkelijk vindt, even kijken of ik hier één heb, ja. Als je dat makkelijk vindt, dan kan je in de eerste een stekenmarkeerder zetten. Dat heb ik natuurlijk niet verteld bij de materialen, maar hey, dat kan. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Volgende losse boog in het midden. Een vaste. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. En een vaste. En zo ga je door. Totdat je weer toe bent aan het laatste boogje. En dan kom ik nog terug en dan vertel ik je nog een keertje hoe je de ronde op deze manier sluit. En weer doorgaat met je nieuwe ronde. Tot zo. De laatste gedaan. En als ik er nu weer 5 zou doen, dan zou ik eindigen in de vaste. Dus ik haal de stekenmarkeerder er even uit. Dan doe je 2 lossen en in de vaste een stokje. Om de ronde te sluiten. En dan gelijk in de opening hier een vaste. En dan plaats je stekenmarkeerder weer terug. En dan doe je weer 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Je gaat naar de volgende losse opening en dan doe je weer een vaste. 5 lossen, een volgende losse opening, een vaste. En zo ga je door.
We hebben nu 1, 2 en we zijn met de derde ronde bezig. Dan ga ik even spieken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronden met van die boogjes hebben we nu nodig. En dan gaan we een ronde doen om de boogjes af te sluiten. Dus we zijn nu bezig met ronde nummer, ik kan ze zo tellen, van de zijkant 1, 2, 3. En dan moeten er nog, ja, deze moet je dan afmaken en dan nog 3 ronden erbij. En dan kom ik weer terug en dan vertel ik je hoe we weer verder gaan. Zo, 6 ronden gedaan. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Mijn stekenmarkeerder zit in de volgende vast. Ik doe nu weer 2 lossen. Haal de stekenmarkeerder eruit. En een stokje in die vaste aan het begin van de ronde. Dan ben je weer in het midden uitgekomen. Dan doe je daaromheen weer een vaste. En in plaats van 5 lossen doen we er nu 3. 1, 2, 3. Dan ga je naar de volgende opening. En daar doe je een vaste. Je kan de stekenmarkeerder nog even terugzetten. En zo. 1, 2, 3 lossen. Je gaat naar de volgende opening. En daar doe je in het midden weer een vaste. 1, 2, 3. Naar de volgende opening in het midden een vaste. En zo ga je weer rond. Totdat je weer bij de stekenmarkeerder bent. En dan kom ik weer terug. En dan vertel ik je hoe we verder gaan. Bijna rond. En in de volgende daar zit de stekenmarkeerder. Nou, die haal ik er vast even uit. En we gaan hier gewoon 1, 2, 3 lossen doen. En we sluiten af met een halve vaste in de vaste. En dan zijn we rond. En dan hebben we dit heel mooi afgesloten. Dat zul je straks allemaal beter zien als die rond de pot zit. Je gaat nu met een halve vaste naar de losse opening. Zo. Dan doe je 1 losse. En in elke losse opening 3 vaste. Dus in de losse opening 3 vaste. 1, 2, 3. Vind je het handig? Zet je de stekenmarkeerder terug. Voor mij hoeft dat niet, maar als je het makkelijk vindt, zet je de stekenmarkeerder terug in de eerste steek. In elke losse opening 3 vaste. 1, 2, 3. Ik zie jullie weer aan het einde van deze ronde. Helemaal rond in alle boogjes, losse boogjes, heb ik 3 vaste gemaakt. Dan ga je naar de eerste en dan sluit je af met een halve vaste. Dan begin je met 3 lossen. Die 3 lossen die staan voor het eerste stokje. En dan in elke steek rondom 1 stokje. Totdat je weer in het begin bent. Tot zo. Een stokje in elke steek rondom. Dan ga je naar de derde losse aan het begin van de ronde. En dan steek je bovenin en dan sluit je de ronde af met een halve vaste. 1 losse en in elke steek rondom een vaste. 1. Die tweede die is altijd even lastig. 2, 3, nou ja. En dit dan rondom. Aan het einde van de ronde. Halve vaste bovenin de vaste. Dan doen we 1 losse en in dezelfde steek als waar we net gesloten hebben, 1 stokje.
de volgende steek vaste naar beneden. Een voorlangs reliëfstokje. Volgende steek zit hier. Een gewoon stokje. En de daaropvolgende een voorlangs reliëfstokje. Dus dan doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat we voorheen gedaan hebben. Een gewoon stokje. En een voorlangs reliëfstokje. En zo ga je door totdat je weer bij het begin bent. En dan kom ik weer bij je terug. Laatste steek gedaan. En ik ben geëindigd met een voorlangs reliëfstokje. En dan boven in het gewone stokje eindigen met een halve vaste om de ronde te sluiten. Dan doe je één losse. En in elke steek rondom een vaste. 2, 3, 4, nou ja, rondom. Ik heb er totaal 48. En we sluiten de ronde weer af met een halve vaste in de eerste vaste aan het begin van de ronde. Ik trek mijn lus even iets omhoog, want ik ga hem even passen. Dit is mijn pot, die leg ik even neer. Ik pak mijn hoesje en die schuif ik hier overheen. Als dit strak gaat, dan is dat de bedoeling. Want je wil niet dat die te los om je pot zit. Nou, kijk, je kan hem zo laten als je dat wil, maar ik vind dit te klein, want ik wil namelijk niet de rand van de pot zien. Dus wat ik ga doen, ik ga er nog een rand bovenop zetten. En dan zoals je bij deze ziet, wordt die dan ietsje hoger. Nee? Maar dat is wat ik wilde. Wil je dat niet, dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld nog 2 toeren met vaste te doen of zo. Dus die keuze is aan jezelf. Oké? De ronde gesloten. 1 losse. En dan doen we in dezelfde steek hieronder. Dus niet dezelfde steek, maar daaronder. Zie je het stokje. Dus daaromheen doen we een reliëfstokje voor. Een voorlangs reliëfstokje. De volgende steek zie je een reliëfstokje voor daar. Dus wij doen daar een gewoon stokje. Volgens mij weet je nu inmiddels hoe dit werkt. Dus we gaan deze ronde afwisselen met stokjes en voorlangs reliëfstokjes. Ik zie jullie weer aan het einde van deze ronde. Jullie zien mij aan het eind van deze ronde. Tot zo! Aan het einde van de ronde afsluiten met een halve vaste. 1 losse en dan doen we, tenminste ik doe nu nog 1 ronde met vaste en dan ben ik er klaar mee. Maar als jij zegt van ja, die van mij moet die toch nog ietsje hoger, gewoon doen hoor. Gewoon nog een ronde. Of 2 ronden dan, hè. Een ronde met de patroonsteek en een ronde met vaste. Nou, tot hier. Laatste steek gedaan. Ik sluit af met een halve vaste. In de eerste vaste aan het begin van de ronde. Ik trek mijn lus nog even iets verder op en ik ga toch nog een keertje meten. Je weet maar nooit. Ik leg hem op zijn kantje. Ik leg het begin van, of het eind van de pot, dus de bodem van de pot, leg ik in de cozy. En dan trek ik die zo, hoppakee, eroverheen. Moet je hem wel goed vasthouden. Zo. Dan trek je hem er zo overheen.
En dan ga je kijken of die groot genoeg is. En voor mij is die perfect. Kijk. Zo zie je maar dat de ene keer is die iets groter dan de andere keer. Het is maar net hoe je gehaakt hebt. Nou, moet ik wel een beeld houden. Kijk. Perfect. Echt beter nog dan die andere. En dan zul je denken, Siem, maar luister. Luister. Je hebt helemaal niet van die openingen gemaakt. Om een koordje doorheen te halen. Nee, klopt. Dat heb ik inderdaad niet gedaan. En dat heb ik heel bewust niet gedaan. Want we gaan namelijk deze lusjes die je hier ziet. Die gaan we gebruiken om het koordje doorheen te halen. Goed hè? Dat gaan we doen. Of deze. Kan ook. Dat kan ook. Wat je wil. Maar goed, vind jij hem nog te klein? Doe dan gewoon nog 2 ronden erbij. En dan kom dan terug. Ja. Oké, nou. Ik heb de cozy die weer afgehaald van de pot. En nou doe ik nog 1 losse. En dan knip ik de draad. En dat heb ik in mijn Engelstalig video al gedaan. En dan haal ik hem door. En deze draad, die draai ik netjes aan de binnenkant van mijn yarn cozy weg. En dat geldt ook, excuse me, dat geldt ook voor deze. Die maak je ook gewoon, deze trek je nog een beetje aan zo. Dat het gaatje wat kleiner wordt. En die naai je dan gewoon netjes hier aan de binnenkant even weg. En als je dat gedaan hebt, dan zet de camera dan maar weer aan. Want dan kom ik terug en dan vertel ik jou hoe we verder gaan. Ik wil nog graag een, kijk, zo'n ding. Zo'n koordje er doorheen. En dan kan je dan nog een kraaltje aan hangen of niet. Nou, ik doe dat niet. Ik laat hem zoals die is. Maar dat kan jij dus wel doen als je dat wil. Zo. Oké. Dus dat kan. Ja? Tot zo. Zo, draadjes weggenaaid. Mooi, dit een beetje aangetrokken, hè? Alles netjes weggenaaid. Tijd voor het koordje. Begint weer met een lus op je haaknaald. En ik ga een losse ketting doen van 120 stuks. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vind je dat te veel, dan doe je er minder. Vind je dat te weinig, dan doe je er meer. Oké, 120 gedaan. Knip de draad af en ik trek hem door. Oké, ik heb mijn garen eindje door de naald heen gehaald. En dan ga ik op zoek naar hier de achterkant. Die zit hier. En dan vouw ik hem even zo dubbel. Zo, dan heb je hier de achterkant. Dan zou dit de voorkant moeten zijn. En dan begin ik in een lusje hier aan de voorkant. Dan heb je gewoon dat wat minder mooie stukje zit gewoon aan de achterkant. Dan heb je hier 1 zo'n lus, 2 lussen. Misschien heb jij er 3, 4. Kijk welke jij het mooiste vindt en welke het beste past op het punt om hem omheen te doen. Bij mij is dat de onderste. Dus ik ga gewoon met de naald onder die onderste lusjes door. Zie je dat? Nou, dat ga ik dus doen. Helemaal rondom. Zo. En de laatste. Daar. Nou, nu is het nog van belang dat je eindjes even gelijk zijn. Dus dan trek je ze een beetje aan. Hou je de een vast, trek je de ander aan. Ongeveer gelijk. Ietsje meer die kant op. Zo. Ongeveer gelijk. En wat je dan gaat doen, dan ga je in het laatste gedeelte een knoopje leggen. En dat doe je zo dicht mogelijk bij het uiteinde. Gewoon zo, een knoopje. Hey, en als je nou een kraal eraan had willen hebben, dan doe je dat natuurlijk voordat je het knoopje gaat doen. Zo, je kan er eventueel nog één aanleggen. Dan heb je een iets dikkere knoop. Maar dan moet je wel zorgen dat hij er bovenop terecht komt. Want anders
anders is het niet mooi. Kijk. Dan wordt hij iets dikker en dan gewoon erbovenop. Heen. Dan druk ik hem altijd even een beetje plat zo. Nou, en dan knip je deze een beetje af zo. In beeld. Oké. En dan heb je een knoopje erin. Okidoki. Nou, dan bij de andere kant doe je dat natuurlijk ook, hè. Knoopje erop. Dubbel knoopje heb ik deze gedaan. Bij die andere trouwens niet, die witte. Maar bij deze wel. En dan pak je je pot weer. Die leg je zo erin. Half. Zo, en dan trek je dit er zo overheen. Bij de ene keer zal het wat makkelijker gaan dan de andere keer. Netjes eromheen. En deze zo. Nou, en dan een beetje eromheen fatsoeneren. En dan kan je er een knoop in leggen. Of een strikje. Of je laat ze gewoon zo hangen, wat je wil. Ik ga er een klein strikje in maken. Want dan kan ik zo goed manieus. Maar dat vind ik wel leuk. Ik vind dat er gewoon leuk uitzien. Zo. En dat kan je natuurlijk ook in een contrasterende kleur doen, wat jij maar net wil. En dan is dit zoals het eruit ziet. En dit is dan die andere. Met een wit, hetzelfde garen, maar dan in het wit. Met een minder mooie strik. Hier heb ik trouwens aan het einde geen knoopje gedaan. Dat ga ik nu ook nog even doen. Je kan dus ook gewoon langer maken. Ik heb er dan 120 gedaan. Je had ook makkelijk 130 kunnen doen als je die knoopjes erin legt. Dan moet je zelf maar even kijken wat voor jou het beste werkt. En daar gaat mijn kaarsje. Nou. Oké. Kijk, en dit zijn mijn potjes geworden. Samen bij elkaar. Cool, hè? Dit garen is echt super gaaf voor die potjes. Ik zal kijken of ik een mooie foto kan maken als het half donker is en er daar een kaarsje in zit. Maar dan moet ik even kijken of dat nog gaat lukken voor de video. En anders ga je die foto's zien op Instagram. Wanneer de video al online staat, ga ik dan een keer in de avond een keer proberen om mooie foto's te maken. Maar goed, dit is het geworden. Jij kan ik er niet van maken. Ik vind ze super leuk. Leuke aanvulling op de andere candlelight cozies waarvan je nu hier een foto ziet. Die staan hier om het hoekje bij mij in het halletje. In de buurt van mijn kamer. En voor deze ga ik nog een ander leuk plekje zoeken hier in huis. Of misschien dat ze ergens anders komen te staan. Misschien dat je ze ook nog eens een keer ergens terug gaat zien. Maar dat even terzijde. Maar ik ben er super blij mee. Super blij met het resultaat. Voor nu. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ga je ze ook maken. Laat ze dan zien op Instagram. Made by Siem. Tag me daar dan. Op mijn Facebook. Of onze Facebookgroep moet ik zeggen. Onze Facebookgroep Made by Siem Headquarters. Zodat je het met iedereen kan delen. En als je het op een andere groep wil delen, daarmee help je mij natuurlijk ook enorm. Vermeld dan dat het om een patroon van mij gaat. De titel van deze video geeft al aan wat de naam van het patroon is. Het is in ieder geval een van de candlelight cozies. Ik zal aan het einde van deze video de link zetten naar de afspeellijst voor de candlelight cozies en de chandelier. Die er nu is, want er komt binnenkort ook weer een nieuwe chandelier. Daar ben ik al mee bezig. Ik heb hem al, laat ik sterker nog, ik heb hem al gehaakt. Ik moet alleen nog de video maken. En ik zal al die candlelight cozies en die chandeliers, omdat ik vind ze altijd zo leuk bij elkaar staan, die zal ik proberen om allemaal in dezelfde afspeellijst te houden. Dus die vind je hier aan het einde van de video. Dus als inmiddels, jij kijkt deze video over een jaar of drie, van het moment dat ik hem maak, dan heb je kans dat er nog veel meer andere modellen in staan. En ik denk dat het gewoon gezellig is. En vooral als je ze van allemaal gezellige kleurtjes maakt. Of misschien juist allemaal van hetzelfde garen. Dat je gewoon een hele mooie set kan krijgen.
En ze zijn ook super leuk om weg te geven. Leuk in een cellofaanpapiertje. En maak eens iemand blij. Geef iemand eens een lichtje cadeau. En deze wat donkere tijden, om het zo maar te zeggen. Niet dat het nou... Ja, op dit moment regent het buiten. Maar niet dat het nou... voortdurend slecht weer is. Maar nou ja, hè, jaar 2021 is nou... Net als 2020 best wel een lastig jaar. En hoe fijn is het dan als je iemand een klein cadeautje kan geven. Waarmee je laat weten dat je aan de persoon denkt. Alright, nou, lang genoeg gekletst. Garen is te koop bij Desiree van sieradenenzo.nl. Super, super gave garen. Ik ga eens kijken wat ik er nog meer mee kan gaan maken. Want ik ben verliefd op dit garen. Misschien kan je het niet zo goed zien, maar... Oh, het is zo mooi met die glitter erin. Zo mooi. Zie je het wel zo als ik het zo doe? Ja, hè? Mooi, hè? Dit is trouwens... Dit beetje heb ik over. Ik denk niet dat ik er nog eentje uit kan halen. Cool, hè? Dus dat. Oké. Ga je ze ook maken? Ga je er nog meer maken? Ga je snuffelen op de website van sieradenenzo.nl om de bolletjes te scoren? Dan zeg ik, geniet! Dag! Hoi! Hoi! Gewoon echt een droge keel. Net de hele video opgenomen en ik heb echt vreselijk veel zitten kletsen, vooral aan het eind. Oh, echt zo'n gevalletje van, hou eens op, stop eens. En dit is wat ik ga gebruiken voor deze tutorial. Een lege pot, augurkenpot. En deze komt bij een Nederlandse supermarkt vandaan. Of de Lidl. Ja, Nederlands. Lidl is niet Nederlands. Lidl is Duits. Oké. Ik heb de laatste twee stokjes gedaan. En ik ben niet nog een... Ik heb daarna niet nog een losse gehaakt. Droogmond. Wil jij hem nu nog groter? Dan doe je dus in elk... Wil jij... Aan het einde van de ronde heb je 48 steken en je zou eindigen moeten... Je zou moeten eindigen... Ronde afsluiten met een halve vaste in het eerste vaste aan het begin van de ronde. Dan doe je 1 losse. En dan gaan we om deze steek heen. Deze. Dit is de losse. Om deze steek heen gaan we een voorlangs relief stokje maken. En dan moet je wel in beeld zitten zien, anders kunnen ze het niet zien. Opnieuw. Oké, nou, ik heb hier mijn losse ketting en mijn naald. En dan haal ik mijn draadje door de naald heen. Ik kijk even waar de achterkant is van mijn potje. Mijn yarn cozy, yarn cozy die heeft Mike van Mike's Creatieve Wereld. Opnieuw. Trouwens ook een leuke video. Erg leuke video. En dan... nou, daar ben ik eigenlijk bijna. Zo. Moet je niet door de steek heen steken zien, want dan gaat het niet goed komen.
in de camera kijken en tegelijkertijd iets doen is geen succes. Omdat je wil zien of je nog steeds in beeld zit. En zien. Kijk. Gepruts met Siem, deel 325. I'm in love, love, love. Echt zo leuk geworden. Echt heel blij mee. Op naar het maken van foto's.